Yo, jongens en meisjes, waar ik weer met een filmpje. Het heeft lang geduurd voordat er weer in opstond. Het komt gewoon omdat het gewoon echt slecht ging. Ik zal eerlijk zijn, ik speel de laatste tijd niet goed. Vraag me niet waardoor het komt. En met de tactical nukes, die blijven eigenlijk ook weg. Maar ik faal zo hard met de nukes. Want ik heb al denk ik een keer of 6 gehad deze prestige. Dan moet ik nog 3 kills voor de nuke. Dan wordt mijn chopper uit de lucht geschoten en dan ga ik gewoon zelf dood. Dit even een free-for-all match op, ik geloof, Rundown. Ik geloof dat mijn K-death ratio 30-6 is. Ik haal volgens mij 2 herriers, 2 of 3 herriers en 1 chopper gunner. En met mijn chopper gunner maak ik ook de winning kill. Dus weer geen nuke. Maar ik hoop dat ik snel weer wel nukes kan gaan uploaden. Want het wordt een beetje tijd dat ik ze weer ga halen. Ik heb er deze prestige pas... Moet je luisteren, ik heb er deze prestige pas 2 gehaald. Dat is echt zwaar slecht. En ik heb 21 chopper gunners. Dus dat zegt al wel iets over mijn faalacties. En ja, het setje waarmee ik ze haal. De klas, natuurlijk de Ump Silenced. Met de Scavenger Pro. Hoe heet het? Hardline Pro en Ninja Pro. Ik heb nu ook de Claymores, dus die gebruik ik. En ik had al in een van mijn filmpjes gezegd, in combinatie met Scavenger, sowieso Claymores gebruiken. Hier alweer een voorbeeld. Claymore gaat eraf, ik loop over het lijk heen. Ik heb hier een nieuwe. En dat is even een faal, maar toch, ik zet hem weer weg. Deze game zal ik me vooral in dit huisje bevinden. Daar ga ik vaak zitten. Maar ik word ook, zoals je ziet, ik bedoel, zoals ik net zei, ook nog 6 keer gekild, maar... ik haal jammer nog niet alle killstreaks, want een nuke op free for all vind ik toch wel wat lastig. Alleen normaal omdat ik dus niet zo'n ervaren speler ben. Nou ja, ervaren misschien wel, maar niet zo'n goeie. Kijk, ik weet niet wat ik hier aan het showen was, maar nou, mijn prone was belakt. Dus ik kon niet veel. Ik wilde dit filmpje eigenlijk even gaan gebruiken om te vertellen hoe je het beste een nuke kan halen. Dan moet ik op het ogenblik even mijn mond houden, want ik haal eigenlijk op dit moment niet geen nukes. Maar ik vind een assault of submachine gun met een silencer. Dat zijn gewoon de wapens die je moet gebruiken. Killstreaks, harrier, strijd, chopper gunner, tactical nuke. Of de, wat ook heel goed is, payflow en dan chopper gunner, tactical nuke. Dan haal je hem ook bijna wel altijd. Dan heb je nog perks. Ik vind scavenger of marathon. Maar, en dan hardline of stopping power. En de derde vind ik sowieso ninja. Want, vooral pro, je hebt van die heartbeat sensor noobs. En dat, die ben je dan gewoon te slim af. Ook moet je gewoon, maar daar kan je voor de rest niks aan doen. Zorgen dat je niet in lobby drops komt met stingers of javelins. Of wat voor lancers dan ook die je air support neer kunnen halen. Want daar, dat gebeurt dus ook gewoon deze game. Hier heb ik mijn eerste herrier, maar die wordt ook gewoon gelijk uit de lucht geschoten, dacht ik. Ik doe hem een beetje bij mij in de buurt, zodat, want de mensen weten nu waar ik zit. Dus. Tenminste, dat neem ik aan. Want ik word hier ook, kijk, dat bedoel ik, wordt hier gestunt. En een knife runner, die heeft me hier. Kijk, Commando Pro, daar kun je weinig tegen beginnen. Commando knife, ja, als je gaat knife runnen, gewoon sowieso Commando. Over knife runnen gesproken, ik probeer sowieso eigenlijk nog een filmpje op te uploaden met knife runnen en dan een tactical nuke halen. Ik heb al diverse chopper gunners gehaald met het knife runnen, maar de tactical nuke blijft nog achterwege. Maar dat komt omdat ik dat vooral op Favela doe, knife runnen. Wat ik ook al heb gezegd. En daar, als je een chopper gunner hebt, is dat daar niet super handig. Als het goed is, geeft mijn Claymore gelijk weer een kill hero. Ja, dat dacht ik al. En dat is zo handig. Als je iemand killt op een plek, je moet daar gewoon gaan zitten. Want diegene die komt gewoon terug voor zijn payback. Zet daar een claymore neer en blijf daar gewoon zitten. En het is nu maar wachten op mijn tweede herrier. En die wordt gelijk uit de lucht geschoten. En, maar ik krijg daar toch mijn chopper kunnen gelijk en die zet ik in. En ik moet dan nog 4 kills voor scoring met. En die haal ik met mijn chopper. Jullie vragen misschien af wat ik hier aan het showen ben, maar... Ik zag iemand op de map, radar, zag ik iemand schieten en hier zit ook iemand, dat weet ik zeker.
En nu zie ik hem daar lopen. En dan kill ik hem vrij eenvoudig. En ja. Andere equipment. Stun grenades. Maakt niet veel uit. Flash grenades kunnen ook. Maar sowieso smoke grenades gebruik ik niet. Hoewel ze bij Domination wel super handig zijn. Als je een vlag gaat capture. Je gooit even een smoke grenade. En ja, je kan hem rustig op je gemakje cappen. En ja, wat ik trouwens ook heel veel heb met de Ump Silenced is headshots. Ik heb super veel headshots met dit ding. Volgens mij heb ik deze game ook wel een stuk of 10 headshots of zo. Hier weer één. En ik heb hem bijna val. Ik heb volgens mij 200 headshots van de 250. En dan heb ik mijn UMP al val. En ik heb bijna alle marksman challenges en prestige challenges bijna volbracht. Volgens mij, als ik die heb, dan kun je een team niet meer masteren als dat ik dan heb. Volgens mij heb ik hier weer bijna een herrier. De hele tijd hier ook. Kijk, weer een headshot. Gewoon de hele tijd hier blijven zitten. Daar zit er nog eentje. Dit was echt gewoon even een faal. Ja, als het goed is heb ik hem Tom McClaymore weer. Dat is dus mijn tweede herrier. En ik zie een rood puntje, dus ik gooi hem daar gewoon bovenop. Scavenger en weer een claymore wegzetten. Dus dat is ook gewoon een hele handige tip voor een tactical nook halen. Je krijgt de kill super makkelijk en dan gewoon claymores gebruiken. En een beetje gaan zitten campen, niet super veel. En ook hier wordt mijn herrier weer uit de lucht geschoten. En weer een UMP-faal, want ik had hem weer niet. Dus ik moet nu nog volgens mij 4 kills voor een chopper kunnen. Die haal ik. En dan sta ik nu, als het goed is, 22-6. Ik weet niet wat dat net, ik kan dat niet goed zien. En dat is dus nog 3 voor een chopper kunnen. En het is vrij eenvoudig. Het is camp het spelen, ik weet het, ik doe het niet vaak. Maar omdat het zo lang geleden is dat ik een goed filmpje heb, wilde ik eigenlijk wel weer gewoon even een goede gameplay op YouTube posten. Dus vandaar dat ik even echt voor de goede gameplay ging. En, maar het komt ook vaak voor dat ik wel goede games heb en dat mijn Wii Game het dan gewoon begeeft. Ja, Wii Game programma waar ik mee opneem. Dus dat is dan ook wel sneu eigenlijk. Hier heb ik mijn chopper gunner volgens mij na deze kill. Ja, weer de claymore. En ja, het is toch bijna klaar, dus het maakt me weinig uit. Dus ik zet hem maar gewoon in. En het gaat nogal moeizaam eigenlijk deze keer met mijn chopper gunner. Maar ik haal ze wel. Doe. Het had ook echt slecht geweest als ik die 4 kills niet had gehaald met mijn chopper. Hoewel ik eigenlijk wel verwacht dat ze hem al neer hadden gehaald. Maar ik heb er nu dus al eentje en ik moet er nog 3. Dat is 2. Dat is 3. En dat is de laatste en ik heb hier score limit. De game is over 30-6. De tweede heeft er iets van 19 ofzo, dus ik heb wel ruim gewonnen. Ah, dit was weer een filmpje. Ik hoop dat echt dat er nog een tactical nook gaat volgen, maar later.